مدے لاک پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 8 juli 2020. Kala Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-link en u slaat in RBN Suriname. Dan gaat u deze uitzending ook live kunnen volgen. Via Alpha Channel Suriname Facebook is deze uitzending vandaag ook wederom te zien. En online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. In ons eigen land Suriname is Rashid Pierkans Kala Jorkel live te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u gisteren, vandaag en morgen Rashid Pierkans Kala Jorkel en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending mijn plicht vervullen om alle mensen te condoleren die een dierbare hebben verloren en u allemaal veel sterkte toe te wensen. Vooral in deze dagen en de tijd waarin we leven van COVID-19 is het ook nog dat wij onze gebruikelijke culturele en religieuze verplichtingen niet als zodanig kunnen doen vanwege het feit dat wij vanwege COVID-19 de gebruiken waarbij wij als gebruik hebben dat wij vaak rouwzittingen, onder andere rouwzittingen, bijwonen, dat niet kunnen doen. Steeds bij rouwzittingen en zo je wilt afscheid nemen van een overledene, worden een beperkt aantal mensen toegelaten en dat is begrijpelijk vanwege COVID-19 en de protocollen worden ook in acht genomen. De religieuze verplichtingen worden dan ook dan vaak in deze tijd gedaan in besloten kring. In besloten kring wordt dat gedaan. Dus vandaar dat ik de mensen extra sterkte toewens. Mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe en een spoedig herstel aan u allemaal. En vandaag moeten we zeker ook weer mensen feliciteren die jarig zijn en hun een heel mooie dag toewensen. En vandaag wil ik feliciteren Urmila Ramlagansing, die is er vandaag jarig. Een mooie avond aan je toegewenst. Wendy Wavri, ook een mooie avond aan jou toegewenst. Max Chenazen, Edward Muller, Rasia Habibullah en ook nog Celsius Waterberg. Die zijn de mensen die er vandaag jarig zijn. Maar uiteraard zijn een heleboel andere mensen jarig. Dus het is gewoon omdat ik uw naam niet heb. Okay? Maar in geval u jarig bent, wens ik u hetzelfde toe als al de mensen wiens naam ik daarnet heb genoemd, een mooie avond. Donderdag 9 juli, dat is morgen, mogen de volgende mensen hun jaardag voorbereiden. Ronnie Palat en Wadi Zouma. En voor vrijdag 10 juli Helen Pilbrick. Mocht u ook een van deze dagen jarig zijn, wens ik u ook een goede voorbereiding naar uw jaardag toe. Vandaag gaan we u, zoals gebruik, de ruimte geven om in te bellen om uw maatschappelijke mening te geven in Rashid Pierkans Kala Jorkel. En ik doe een verzoek aan u om het kort te houden. Het is adviseerbaar dat u liefst één onderwerp doet, waardoor u één onderwerp goed kunt inblikken, goed kunt verpakken en dan ook goed kunt presenteren. Want wanneer u 2 tot 3 onderwerpen wil doen, dan gaat dat ook niet tot zijn recht komen vanwege de beperkte airtime die u toegewezen krijgt in deze uitzending. Dus adviseerbaar, doe 1 onderwerp, kleed het goed om, dan kunnen mensen dat ook beter ontvangen en beter begrijpen. Laten we direct ook de telefoonlijnen voor u opengooien en ik verwelkom uw mening op 532037. En de rules en regulations zijn intussen de afgelopen 25 jaren bekend. Wees netjes, wees beleefd, beledig geen mensen, bespreek geen mensen als zodanig als je er geen bewijzen voor hebt. Maar je mag wel vrij uit je mening geven. Maar wees zuinig met uw woorden.
In Nederland hebben ze vandaag, want Nederland heeft een, het is al donderdag intussen daar, maar in Nederland hebben ze dan voor hun gisteren, voor ons nog vandaag, hebben ze op de Nederlandse televisie, NPO 1, hebben ze een geldinzamelingsactie gehouden, een fundraising op de televisie, om geld in te zamelen voor Suriname, ten behoeve voor het kopen van medische attributen ter bestrijding van COVID-19. En die geldinzamelingsactie heeft voor vandaag een €500.000 opgebracht in Nederland. In Guyana is er nog steeds geen nieuwe regering. Sinds 2 maart hebben de verkiezingen daar plaatsgevonden. Het was een hele schrimas van of die tellingen ook correct waren of niet correct waren. Internationale organisaties zijn allemaal bij komen kijken, waaronder OAS, CARICOM, Canada, Amerika, etc. En het kwam toen tot een hertelling. En bij die hertelling bleek dat de zittende regering, onder leiding van Granger, die verkiezing heeft verloren. De verkiezing is volgens de hertelling gewonnen door de PPP. Maar tot heden vertikt Granger die machtsoverdracht te doen aan de winnende partij. Vandaag hebben topdiplomaten een bezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana in Georgetown, onder andere diplomaten van Canada, Engeland, Amerika en een afgevaardigde van de Europese Unie, waar ze de nadruk hebben gelegd dat de regering zo spoedig als mogelijk de hertelling moeten afronden en overgaan tot de orde van de dag. Wat ze daarmee zeggen tegen Granger, je tijd is voorbij en maak die zaak af. Ook hebben ze ook medegedeeld vandaag dat als dat niet gebeurt, er zware internationale sancties komen tegen de regering van Granger. Wat kunnen deze sancties onder andere inhouden? Dat hebben ze weliswaar niet gezegd, maar deze sancties kunnen onder andere inhouden dat mensen van de regerende partij een verbod krijgen en geen visum zullen krijgen om de landen aan te doen. Ze zullen geblacklist worden. Je kan ook krijgen dat zelf hun hele familie geblacklist kan worden. Je kan krijgen dat hun rekeningen geblokkeerd worden in het buitenland. En je krijgt een totale isolatie van het land Guyana. Ook kan een sanctie zijn dat Amerika en deze landen gaan verbieden dat landen de olie die nu geboord worden voor de kust van Guyana, dat die opgekocht mogen worden door derden. Ze zullen dat zien als een crime. Dus Granger gaat weinig ruimte hebben nu. Nu met nadruk is vastgesteld wat ze te wachten staat. En die verkiezingen zijn sinds 2 maart gehouden. Dus de druk is nu definitief opgevoerd dat Granger de macht moet overdragen aan de winnende partij. En dat is de PPP in Guyana. En is een matter of time. Gaat hij dat niet doen, dan heb ik u onder andere gezegd wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. De gevolgen hebben ze niet met nadruk gezegd en bij naam genoemd, maar dat is normaal wat men doet met landen die ongehoorzaam zijn tegen ondemocratische processen en tegen democratische processen ingaan. Dat zijn de gebruikelijke sancties die men onder andere neemt. Dit is Rashid Pierkans Kal Ajorkel. Laat me u wat ons eigen land aangaat, wat COVID-informatie geven. Vandaag zijn er 214 actieve cases. En wanneer we praten over COVID, hebben we het over het coronavirus. 665 mensen zijn positief. We betreuren jammer genoeg, de teller is omhoog met 17 doden. We wensen de familie veel sterkte toe. 434 mensen zijn hersteld en daar leggen we de nadruk op. 434 mensen zijn hersteld. 5 mensen zijn in intensive care. En 221 mensen zijn in quarantaine. 10 mensen zijn in wat men noemt LTFU, en ik moest dit woord zelf opzoeken, wat betekent dat? En het komt op long-term follow-up. Dus zelf ken ik de inhoud niet als zodanig. Maar dit is een nieuwe term die bijgevoegd is. We betreuren echter wel dat 17 mensen zijn overleden. We moeten in acht nemen als bevolking dat het coronavirus in ons land is.
Het gaat vooralsnog niet weg. De enige manier om het te bestrijden is dat wij als burgers, en niet die overheid, wij als burgers ons houden aan de afspraken en de protocollen die worden uitgezet door het COVID-team. Verdere besmetting kan voorkomen worden als we ons aan de rules en regulations houden. Verder kunnen we niks aan doen. De overheid kan ook niks doen, want die overheid kan leuke maatregelen afkondigen voor ons allemaal. Maar als we koppig doen en we luisteren niet, dan valt het niet te bestrijden. Dus het ligt aan de burger. Het ligt nu primair aan alle burgers. Geen enkele uitzondering in deze. Aan alle burgers om zich eraan te houden. In ons buurland Frans-Guyana, daar is het totaal uit de hand. Daar is het wat we zeggen, out of control. Er zijn 5000 besmettingen. Per dag komen er 250 besmettingen bij in ons buurland Frans-Guyana, die grenst aan Marowijne, het gebied Marowijne. Wat betekent dat? We zitten nu vast aan twee landen waar de besmetting totaal uit de hand is gelopen. Dat is nu Frans-Guyana en we liggen aan de grens met Brazilië. Brazilië is ook out of control. Brazilië, ja, die hebben ze helemaal niet. Daar is zelf die president positief besmet met het virus. Dus wat is het gevaar van Frans-Guyana? We moeten meer dan voorheen breed omzichtig zijn, omdat we kennen de goede zaken aan onze oostgrens en we kennen ook de minder goede zaken. De goede zaken is dat mensen zich willen houden aan de regels, maar je hebt altijd mensen aan het oosten van ons land die zich niet willen houden aan de regels en het probleem maar niet begrijpen en snappen. Daar heb je ook mensen van. Dus nu die besmetting totaal out of control is daar in Frans-Guyana, lopen wij als land, wij als hele bevolking, zo moet je het zien, meer dan ooit nog een groter gevaar. Nog een groter gevaar als de burgers van het oosten van ons land, voornamelijk de burgers van het oosten van ons land, zich niet gaan houden aan die regels. Het ligt totaal aan hun. Ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen in de zin van dat als de besmetting via het oosten binnenkomt, dat het door kan slaan naar andere delen van ons land. Naar andere delen van ons land. En wanneer het naar andere delen grootschalig uitslaat, dan is het een totale disaster. Dus vandaar dat de overheid veel moet investeren in voorlichting, wat ze ook al doen, ga ik ervan uit, maar meer dan ooit moet investeren in awareness dat de mensen weten wat er gebeurt. Daarin moet geïnvesteerd ook worden. Als mensen het weten wat het inhoudt, gaan ze veel voorzichtiger zijn. Maar wanneer mensen denken van, ja, dat is toch maar een griepje en ik haal het toch hoogwaarschijnlijk wel, dan gaan ze heel erg vervelend ermee om, met het gevaar voor ons allemaal. Dus nu is het meer dan ooit investeren in het oosten. Wat Amerika betreft, internationaal, heeft vandaag de Amerikaanse regering zich teruggetrokken van de World Body, de WHO, World Health Organization, een onderdeel, een vertakking van de United Nations. Amerika heeft vandaag definitief bedankt. Trump had het al bekendgemaakt dat Amerika zou uittreden uit de WHO. Een van de redenen is omdat hij vindt dat hij ontevreden is met de aanpak van WHO ten aanzien van het coronavirus, hun aanpak daarvan. Hoewel de bekendmaking vandaag definitief is dat Amerika eruit gaat, gaat het nog wel een jaar duren, een jaar voor ze formeel eruit zijn. Want het is geen organisatie waar je zegt, oké, ik ga weg, doei, tot ziens. Nee, dat werkt niet zo. Er zijn protocollen waaraan ze zich ook rekening moeten houden, hoe treed je in en hoe treed je uit. Dus ook bij het uittreden van zo'n organisatie zijn er regels vastgelegd hoe dat moet gebeuren. Dus dat kan nog een jaar formeel duren voordat Amerika eruit is. Maar vandaag hebben ze het definitief bekendgemaakt dat ze eruit willen stappen. Vandaag, definitief. Wat het virus in onze eigen regio aangaat, verder terugkomend. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is 50% van alle gevallen van Noord- en Zuid-Amerika in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dus 50% zit in onze regio. En dat is vrij goed. Dat komt voornamelijk ook onder andere door Brazilië.
De Braziliaanse president Bolsonaro, die het coronavirus vanaf dag 1 niet al te serieus nam. En de mening was toegedaan dat de business daar normaal moet open blijven, is ook nou positief besmet geraakt met het virus. En vanwege zijn nonchalante houding in het prille begin al, is hij verantwoordelijk. Hij is verantwoordelijk dat Brazilië de besmetting door het hele land is gegaan. Want Brazilië op zichzelf als land heeft een goede medische tak. Brazilië heeft een goede medische voorziening. Brazilië heeft de instituten, heeft de know-how, heeft alles om eventuele bacteriën en virussen te kunnen bestrijden. Brazilië heeft dat. Maar doordat vanaf dag 1 de Braziliaanse president zeer nonchalant is geweest om direct de scherpe maatregelen af te kondigen, lopen de Braziliaanse ziekenhuizen nu helemaal vol. Ze hebben wel de know-how, maar nu komt het erop neer dat ze geen plaats hebben om al die mensen te accommoderen in de ziekeninrichtingen. Dat wordt het probleem. Maar Brazilië heeft wel die know-how om die afhandeling te doen. Maar als je te veel patiënten krijgt en je ziekenhuis heeft bij wijze van spreken een capaciteit van 200 mensen en er staan 2000 mensen voor de deur, dan kan je begrijpen wat er gebeurt. En dat is nou het probleem van Brazilië, waarvan de Braziliaanse president verantwoordelijk voor is. Dit is Kul Ajorkul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Wat het COVID-virus aangaat in ons land, mogen wij zelf wel zeggen dat ons land wel direct maatregelen heeft getroffen. Direct maatregelen. Bij de aanvang van COVID-19 was het natuurlijk eerst passen en meten hoe om te gaan ermee. Omdat de hele wereld verrast is geworden ermee. En niemand had een echte draaiboek om te zeggen, kijk, dit moeten we doen. Maar nu hebben wij ook relatief veel meer ervaring ermee. En het team, COVID-team, weet nu ook relatief beter ermee op te gaan dan in het prille begin. Het was ook een panic situation. Je kan begrijpen, iets overvalt je plotseling. Je hebt je niet op voorbereid. De wereld heeft zich niet op voorbereid. Niemand weet wat het is. Niemand weet hoe ermee om te gaan. Dus de mensen gaan leren van elkaar. Ze gaan kijken wat landen doen. Ze gaan internationale organisaties om hulp vragen hoe om ermee te gaan. Nu hebben we wel een beetje meer know-how opgebouwd. Onze zieke mensen, onze zieke inrichtingen, die hebben ook meer know-how opgebouwd. En we bedanken al de mensen die in die frontlinie daar werken. En weet je wat ik noem, die frontlinie? Die wama ziek, die wama kisa virus. Nou, een verpleegster, dan wama datra epio. Een verpleegster en of een arts of een specialist, die helpen jou. Die mensen zijn ook potentieel in gevaar door jou te helpen. Dus we moeten die mensen dankzeggen voor hun frontliniewerk. Zij zijn de frontlinie dat ze voor ons allemaal doen. Want hun leven is ook direct in gevaar door jou te helpen. Want zij kunnen ook besmet raken. Ze hebben wel de attributen ervoor om zichzelf te beschermen. Toch? Maar we moeten hopen dat het niet fout gaat. Want ze doen goed werk. En we moeten nu meer dan ooit het belang kennen van gezondheidswerkers. Want nu zien we dat deze gezondheidswerkers nu iedereen moet gaan redden. Het probleem dat er nu wel ontstaat binnen de gezondheidszorg, doordat alle aandacht wordt gegeven aan het coronavirus, alle aandacht wordt in de medische sectie gegeven aan het coronavirus, en veel geld gaat er ook naartoe, wat natuurlijk ook goed is, ja, vervallen de andere diensten. Met andere woorden, de andere ziektes die er zijn in Suriname, waarvan we normaliter gebruikelijke behandeling voor hebben, hart- en vaatziektes, kankerbestrijding en andere ziektes van dien, die raken op de achtergrond, waardoor er zelf nu mensen op de wachtlijst staan en moeten wachten, omdat alle aandacht naar COVID-19 gaan. Maar in live reality zien we dat andere ziektes meer voorkomen in ons land dan het coronavirus op zichzelf. Dus het is aandacht binnen dat systeem dat men toch een goede spreiding doet van know-how en investering binnen die sector aan de hand van alle ziektes die we hebben, die wij ook nog moeten behandelen. Je kan niet alles pompen in COVID-19 en we vergeten onze kankerpatiënten. We vergeten
de patiënten met hart- en vaatziekten. We vergeten patiënten die nierdialyse moeten doen, omdat alle aandacht aan de andere kant is. Dus daar moet er een goede balans en een evenwicht voor gemaakt worden. We doen het live van Paramaribo. De mensen van Apache, dat is een olieonderneming die voor de kust van ons land in januari een oliefonds heeft gedaan in wat bekend is als blok 58. En deze Apache groep heeft een award gekregen, waarbij men een award heeft gekregen van ontdekking van het jaar. Dus de fonds die gedaan is in januari, daarvoor hebben ze een award gekregen van de International Groups, omdat ze de beste fonds van het jaar hebben gevonden. Dus we spreken de wens uit, want u moet wel weten, we hebben wel olie gevonden. Men gaat hoogwaarschijnlijk nog een paar bronnen her en der kunnen vinden. Maar voordat die eerste olieberrel eruit komt, dat gaat pas over 6 tot 7 jaar zijn. Dat gaat niet morgen zijn. Wat er nu wel gaat gebeuren, is als de mensen gaan besluiten, want nu doen ze aan het zoeken, ze hebben gevonden, dan gaan ze nog het besluit moeten nemen. Wanneer gaan ze in de operationele fase van het exploiteren van die oliefondsen? Want dat moet een ander besluit zijn. Wanneer dat besluit is genomen, dan ga je wel een spin-off krijgen waarbij mensen producten en diensten kunnen aanleveren voor die oliesector. Mensen en bedrijven producten en diensten gaan moeten aanleveren voor deze oliesector. Dus die fase gaat nog komen. Wanneer dat besluit is, want nu hebben ze gevonden, oké, prima, ze zijn nog bezig te zoeken. En uiteindelijk gaat die onderneming gaat moeten besluiten, oké, onze trigger date is 2023 of 2025, ik geef maar een voorbeeld. En daar gaan we beginnen met de olie uit de zee te halen, om het zo uit te drukken voor in het gemak. Dan pas krijgen we een spin-off. Maar het is wel goed dat we nu al weten dat het er is. En tegen die tijd gaan die oliemaatschappijen ook het besluit moeten nemen van, wil ik nu beginnen of wil ik nog een beetje wachten? Want die olieprijzen op de wereldmarkt, die liggen niet goed. Men heeft ook een inschatting gemaakt dat de komende 10 jaar de olieprijzen niet zo goed gaan liggen als pakweg 2-3 jaar geleden. Er is een overschot op de markt. De olieprijzen liggen rond de $40 per barrel nu. Het was op een gegeven moment gekelderd, zelfs onder de $30 was hij gekelderd. Ja, dus wanneer die olieprijzen vrij stabiel zijn voor een middellang termijn, dan gaan oliemaatschappijen meer dan ooit olie willen aanboren en weghalen uit de grond. Dus tegen die tijd neemt men een wijzer besluit om te zeggen, wanneer beginnen we? Want je gaat geen olie uit de grond halen. Ja, en je kan hem niet slijten. Je kan hem niet verkopen, omdat er te veel op de markt is. Dan gaan ze hem in de grond houden. Dus die timeline gaan ze zelf uitzetten en kijken naar de wereldomstandigheden. Want voorlopig zijn die olieprijzen laag omdat de wereld tot stilstand is gekomen. De wereldeconomie is tot stilstand gekomen. Het zijn die economische landen, die grote economieën, die verbruiken veel olie. Met de fabrieken, met de transportsector, de airline maatschappij, die ligt op zijn gat. Alle luchtvaartmaatschappijen zijn grounded, zo goed als grounded. Voor bijna 90% liggen de vliegtuigen aan de grond. Dus dat betekent, men is niet meer op zoek naar olie, dus dat betekent je zit met olie ergens. Men zit te dobberen met grote, gigantische tankers op open water, omdat alle opslagruimtes vol zijn. En doordat ze zelf vol zijn, zitten de tankers maar te dobberen op de zeeën, in afwachting van een koper. Dus tegen die tijd gaat men anders kijken naar de wereld. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond Farid, je spreekt tot Sylvana. Ja, Sylvana. Ik ben blij dat ik de eerste beller ben. Ik hoop niet dat ik een domper leg op de rest van de bellers. Vertel. Maar ik voel me op dit moment zwaar teleurgesteld als ik kijk wat er gebeurt aan het politiek front. Vertel me, Sylvana. Ja, het gaat met name om de invulling van de posten op dit moment. Als ik kijk naar de personen die interesse hebben om deze posten te gaan invullen, dan zie ik mensen met een bevlekt verleden. Dan zie ik mensen die te licht bevonden zijn. Je hebt
mensen die opkomen. Als ik vanmorgen beluister, de mevrouw Becker van de NPS, die aangeeft dat ze geen probleem heeft met de persoon die kandidaat is als minister van Onderwijs, maar dat die mevrouw gewoon te licht bevonden is. Ik was zo enthousiast toen we de verkiezingsuitslag hadden gehoord. En ik bemerkte dat de zittende regering massaal is weggestemd. En ik had zo'n euforisch gevoel van, a change is gonna come. En dat had ik heel lang, totdat ik een aantal zaken bemerkte aan het politiek front. En had ik zoiets van, ik denk niet dat men propageert het nationaal belang. Maar ik zie dat het belang van de mensen prevaleert. Ik bedoel, ik zie alleen zucht naar eer, naar macht. Ik zie sommige mensen zie ik geen kennis en kunde. Ik zie alleen maar vlekken van het verleden. En ze zijn zo storend. Ik vind het zo gênant. Als buitenlanders kijken of het buitenland kijkt naar Suriname. En heb ik zoiets van, we hebben weggestemd een president met een bevlekt verleden. Die het 10 jaren heeft volgemaakt. 10 lange jaren. Die zijn massaal weggestemd. En dan krijgen we weer zulke figuren. Je begrijpt hoe teleurgesteld ik ben. Ik ben helemaal in de war. En ik word er gewoon niet goed van. Ik walg een beetje als ik die dingen hoor. En dan denk ik van, wat is gebeurd met die promise? A change is gonna come. Nee, ik merk dat helemaal niet. En ik ben zo zwaar teleurgesteld. En ik denk dat men niet goed beseft wat voor verantwoordelijkheid op hun schouders is gelegd. Een paar weken geleden was er een dame die belde en die zei, meneer Farid, mijn man en ik hebben alle hoop gesteld op deze nieuwe leiders. Ik weet nog dat ze zegt, de man wou vertrekken naar het buitenland, maar ze heeft hem gezegd, blijf nog even, want er gaat een nieuwe wind waaien in Suriname. Maar helaas, ik zie dat niet. En ik ben geen pessimist hoor, ik ben een optimist in hart en nieren. Maar op dit moment, nee. De mensen vatten de zaken te licht op. Als je een minister wordt, een VP, een president. Come on, het zijn toch geen kleine jobs. Het is geen job voor mij als kleine vrouw in de samenleving. Je moet toch wel wat in je mars hebben om dat woord te gebruiken. En je moet toch wel vaderlandsliefde hebben. Je kan toch niet alleen denken aan je eigen belang. We hebben het 10 jaar gehad. Come on, kijk waar we zijn gekomen. Gelieg, gedraaierij. Boeverij. Mensen plegen aanval op ons intellect. Ik bedoel, it has to stop now. En ik hoop dat de nieuwe leiders, ik heb mijn hoop gevestigd op Chan, dat hij toch wel goed uitkijkt wie hij binnenhaalt in zijn ministersteam. We hebben gezien hoe het niet moet. We moeten gaan naar een nieuwe tijd. A change has to come. Okay. Hij heeft gezegd, we're sitting. Maar minister, dat we're sitting, ja. We're sitting persoonlijk. Ik zie geen nationaal belang hier. Ik vind het heel jammer. Ik hoop dat je mijn teleurstelling begrijpt. Ik luister. Dank je wel voor je mening. En misschien komt er wel nog een verandering. Ja. Dan natuurlijk verwacht je dat ik wat ga zeggen erop. Maar ik denk dat ik later erop in ga komen. Want ik neem aan dat wat meerdere mensen in die spin-off gaan komen. Laat me andere mensen die mogelijk in die spin-off van het verhaal willen gaan, ook toch eerst de ruimte geven om hun mening te ventileren. Vandaag zijn officieel 2 kandidaten gepresenteerd voor de presidentschap en de vicepresidentschap, want vandaag was de deadline, 3:00 PM was de deadline. En formeel is gepresenteerd geworden Chandrika Prasad Santokhi voor president en Ronnie Brunswijk voor vicepresident. Deze kandidaten zijn alleen maar gepresenteerd. Wat gaat betekenen dat op maandag 13 juli, wanneer de vergadering bijeengeroepen wordt en deze kandidaten aan de verkiezing deelnemen, want er zijn geen andere kandidaten, dan gaan deze kandidaten bij acclamatie gekozen worden. Maar er moeten wel 34 mensen in de zaal aanwezig zijn. Want je moet 34 stemmen hebben om dan uiteindelijk te zeggen van,
Je bent gekozen. Er mogen geen 33 zijn. Er zijn geen tegenkandidaten. De NDP heeft geen tegenlijst gezet. De NDP heeft geen presentatie van andere kandidaten gedaan. En daarover kunnen we nog later praten. Mogelijk waarom ze dat niet hebben gedaan. Goedenavond, u bent in de uitzending. Paris, goedenavond met Ronnie uit Wanikam. Ronnie, waar gaan we? Gaan we naar het oosten of gaan we naar het westen? Oosten. Oké, geweldig. Want Ronnie ken ik van het oosten langzaam, maar zeker. Ga je gang, Ronnie. Oké, Ronnie, Farid. Recent is het nu officieel het laatste vergadering via de DNV dat Oosten is nu een red zone geworden. Zoveel gevaren, zoveel problemen daar. Oké, akkoord voor. Wat ik wil aanhalen. Ik denk dat een paar maanden terug had ik al hetzelfde via hetzelfde medium gezegd. En toen werd het niet serieus genomen. Ik kreeg toen de tijd een gevoel dat de Franse overheid werkte niet mee qua COVID-gevallen. En ik had de opmerking ook gemaakt, het ging meer op de langs het grens tussen tegenover Galibi, of laat me Galibi laten, vanuit Sint-Laurent tot Grand Santi. Het was een hot topic, zoveel gevallen daar, COVID-gevallen, noem maar op. En omdat ik kreeg toen de tijd het gevoel, toen ik zei eerder dat het ging om Surinamers die constant het oversteek doen, en het gaat om Surinamers aan de Franse kant, dan hebben de Fransen lichtvaardig genomen. Vandaag aan de dag, en toen de tijd, er waren geen COVID-gevallen in Cayenne en nog niet in Kourou. Het ging alleen om de grens, op de grens in elk geval. Vandaag aan de dag, omdat ze lichtvaardig genomen hebben, zitten ze nu richting 6.000 COVID-gevallen. Nu komt het. Toen er gemiddeld 300 of 350 gevallen in Frans-Guyana bekend waren, dan heeft de Surinaamse overheid één kabal gemaakt. Met controleposten opzetten bij Papatam, bij Marwina ziekenhuis, Stolkerijver, Mongo, overal. Maar wat me nu verbaast, dat het nu zo, toen het 350 was, in Frans-Guyana, daar gingen ze van uit dat men zou aan deze kant komen, noem maar op. Maar nu 6.000, nu richting 6.000 gaat de Franse kant op. En nu zijn al de posten opgeheven, er is geen controle meer bij. Marwina ziekenhuis, geen controle. Bij Papatam, waar de meeste boten aanmeren. Al praten ze over dat er een lockdown is op het rivier. Farid, van mij mag je aannemen. Met 3-4 boten ga je nooit controle kunnen doen op zo'n lange afstand. Dat is 1. 2. Met hoeveel manschappen doen ze het controle op het rivier? Laten ze dat aangeven. En ze moeten aangeven ook als ze nog benzine hebben. Want money no there. Dus ik kom niet uit. Bij mij, mijn zorgpunt is dat er dat de controleposten zijn weggehaald. Allemaal zijn opgeheven. Waarvan juist in deze tijd moesten ze het strak optreden. Dus, en de politie van daar zelf kan beamen. 24 uur zijn er boten. En 24 uur gaan ze die controle niet kunnen uitvoeren op het rivier. En nu geven ze aan, ja, het is een red zone, tot daar. Dus, meneer Sabiere, welke kant moet je opkijken en welke hoek. Ja. Maar ik kom niet uit. Ik kom helemaal niet uit. Oké, Ronnie. Dus dat wilde ik alleen doorgeven voor Marwijn. Ja, ja. En aan de laatste, kijk, men heeft zoveel kritiek momenteel op deze regering. En regering is door het geeft ze een kans. Bevlek of onbevlek, we moeten ermee doorgaan. Dus we hebben al genoeg problemen in het land. Laat het volk gewoon rustig aandoen. En laten we kijken wat het wordt.
Er zijn zoveel beloften gemaakt. En misschien als het de helft alleen waargemaakt wordt, dan zijn we toch tevreden. Is goed, Ronnie. Bedankt. Bedankt. Bedankt, bedankt, Ronnie. Dank je wel. Ronnie belt vaak genoeg met mooie, goede info. Voornamelijk vanuit het oosten van het land. En hij blijkt heel goed geïnformeerd te zijn. En je kan hem bijna geen ongelijk geven wat zijn opmerkingen aangaat. Maar vanaf december, afgelopen december, ook in de maand januari, dat kunt u terugvinden op YouTube, heb ik gewacht gemaakt van het gevaar van zware besmettingen die vanuit de Franse kant kunnen komen. En niet omdat ik het van tevoren wist, als je gewoon blijft lezen wat er internationaal gebeurde toen in januari, december, januari, en dan keek je wat in Frankrijk gebeurde, waar het uit de hand was gelopen. En dan als je nagaat dat er 3 tot 4 vluchten gemiddeld per dag zijn op Frans Guyana vanuit Parijs, dan kan je weten wat bij jou binnen kan komen. Het is gewoon lezen, kijken wat de opties zijn. En nu zien we dat die besmetting breed is toegenomen in Frans Guyana. Wat kunnen wij eraan doen? Wat zijn die opties? We moeten kijken naar de opties. Controle uitoefenen kan alleen, heb ik vanaf dag 1 gezegd, in samenwerking met de Franse regering. En wat Ronnie zei, de Fransen hebben het hoogwaarschijnlijk zeer lichtvaardig opgevakt, vandaar dat het is doorgeslagen bij hun. Maar de Fransen hebben ook een probleem dat het ook vanuit Brazilië naar hun kant kan komen. Je kan controle alleen maar opvoeren in samenwerking met de Fransen, omdat de Fransen meer budget hebben. Ze hebben meer materiaal, ze hebben meer manschappen. We gaan het niet alleen kunnen doen. We hebben geen geld, we hebben niet genoeg materiaal ervoor en we hebben ook niet genoeg manschappen ervoor. Dus alleen in samenwerking met de Fransen zouden we het eventueel, dat heb ik steeds opgehamerd, zware samenwerking. Maar de vraag is altijd, regeringen willen dan geen vergaande besluiten nemen, omdat de vraag is, hoe ver wil je gaan met die samenwerking? En daar zijn ze nog altijd huiverig over. Maar ik kom straks daarop terug als de gelegenheid ervoor zich voorleent. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, Farid. Ik ben met Henny. Ja, nou, ik wil even reageren op die eerste beller, die mevrouw. Ze zei dat ze teleurgesteld is in de keuze van de regeringsvorming. Maar bij mij gaat het eigenlijk, laten we eigenlijk even wachten, want het gaat meer voor ons met persoon Brunswijk. Meneer Brunswijk heeft in het verleden, laten we zeggen, zo'n burgeroorlog gevoerd, waarvoor hij wel internationaal dus toegang dat hij amnestie kan krijgen. Maar de persoon van Bouterse, die heeft misdaad begaan in die 8 december moorden. Dus laten we meneer Brunswijk toch een kans geven. Santokje is toch niet zo dom om zo'n beslissing te nemen, vind ik. Dus iedereen klaagt, waarom heeft meneer Santokje Brunswijk als voorzitter gezet en nu VP? Dat was punt 1. En de tweede is het over de COVID. De binnenland, daar heerst eigenlijk nu het COVID-probleem. Dan praat ik over richting Atjoni, hè. Ik ga zo per week 2 of 3 keren naar Atjoni richting. En zijn 2 checkposten, eentje op Kraka en eentje op Brunswijk. Maar zeker al een maand ga ik 2, 3 keren per week naar die richting. En zitten wat militaire politiemannen en iemand van de BOG, denk ik. Maar zo merkwaardig dat ik nooit ben gestopt. Die heren zitten onder een tent. Ik zeg maar door je te praten, maar ik zie andere auto's die passeren mij, maar niemand wordt gestopt. Daarover wilde ik reageren. En dan hoe ga je dat, waarvoor heb je zo'n controlepost? Ik probeer de NCCR te bellen. Niet dat ik graag wil gestopt worden, maar dan zo voer je geen controle op bij die posten. Dus dat was mijn vraag. Is goed, dank u wel. Dank u wel. U als kijker en luisteraar neemt dat mee. Ik kom later terug op datgene wat mensen zeggen, omdat ik die uitzending niet wil beïnvloeden als zodanig met mijn mening. En ik wil graag naar u luisteren, want u krijgt altijd een voorkeursbehandeling bij mij. Ik ben straks weer terug. We gaan even eruit voor een reclamebreek. Blijft u luisteren en blijft u kijken. Tot straks.
Dames en heren, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kalajorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 8 juli 2020. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending. Maandag 13 juli zal de verkiezing plaatsvinden in de Nationale Assemblée voor een president en vicepresident. Er zijn maar 2 kandidaten ingediend. 1 voor president en 1 voor vicepresident, respectievelijk. Chan Santokki en Ronnie Brunswijk. En als alles vlot verloopt, en het zal overigens vlot verlopen, want er is maar 1 lijst, dan hebben we de inauguratie op woensdag 15 juli. In minder goed nieuws, heeft Moody's Suriname gedowngrade. Er zijn 3 belangrijke rating agencies in de wereld. Moody's, Finch en Standard & Poor's. En als u zich afvraagt, wat doen deze ratingsbureau? Deze ratingsbureau brengen economische prognoses uit van hoe een land draait op economisch vlak en wat de vooruitzichten zijn van zo'n land. En op basis van hun rapporten kijkt de grote wereld ernaar om besluiten te nemen naar zo'n land. Vooral mensen die geld willen beleggen en of grote legale bedrijven die willen investeren in een land. Ze kijken naar de credibility van zo'n land. En wanneer jij op een van deze agencies niet goed staat aangeschreven, dan wordt jouw land gezien als een risicoland. Dat betekent, hé, daar moet je niet naartoe gaan, want ze voldoen niet aan de vereisten van een land met goede instituten, met goede kwalificaties. Dus daar krijg je geen grote, echte maatschappijen naar hier. Een andere zaak dat ook speelt, is dat wanneer jij als land geld wil gaan lenen, als land, je moeilijk aan geld kan komen. Want niemand gaat geld geven aan wat men dan noemt een wanbetaler. Iemand die niet in staat is en waarvan de predictions zijn dat ze dat geld niet gaan terug kunnen betalen. Dus dan willen ze je ook geen geld lenen. En zover ze je dan wel toch geld lenen, dan vragen ze enorme hoge rente, abnormale rente, dat je je hele leven lang alleen maar die rente zit terugbetalen en dan niet eens die aflossing. Je hele leven lang. Zo hoog zijn die rentes dan voor risicolanden. En daarin zitten we nu. Moody heeft ons gedowngrade van B3 naar 3AA3. CAA3. En wat betekent dat in gewone woorden? Dat betekent niets anders dat zo'n land weinig kans heeft op herstel. Dat zeggen ze, weinig kans heeft op herstel. Finch heeft 1,5 week geleden ook haar bevindingen uitgebracht. En daar zouden we CCC default, dat betekent in feite, je kan tussen aanhalings- en sluittekens zeggen, dat is een junk state, kan je verklaren. Je kan het zeggen als een junkie state, een staat dat min of meer out of control is, wat haar economisch en haar vooruitzichten aangaat. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, Migudu. Hoe gaat het met je? De meneer is sting. Dat mijn broeder is wakker, boom. Dat ding gaat met bloedstroming, hè? Wat is dat? De meneer is sting. Ik heb het niet slik. Als dan ik hier slik, dan is hier slik. Ja, mijn slik, maar dadelijk ben ik kom. Ja, je bent takkie, man. Maar mij ook dadelijk, toch? Omdat mijn mix maar tak voor zie. Toch? Juist, maar omdat iemand mij bel, want dat is een drukte op een lijn, toch? Ja, daarom ben ik slik. Maar ik heb niet boeien, ik heb dat niet meer slik. Dat is slik, toch? Dat is zwaari. Ai? Misschien dat is zwaari. Ja, ja. Want dat is ben ik slik even. Ai. Maar ik kom. Ja, met zuurstof. Na kom ik onder. Dat is iets. Goed, chago. Vertel me. Ja. Light me up. Luister, me tegen dat mangen en om nooit te. Maar ik tegen je was aan dat ik tegen je in die ei. Nu ook dat garen met me zien one day life. Want ik tegen
En volle busy Sernang. Heeft veel meegemaakt. En wij zijn in die fase. Van we gaan gwalok toe toch? We nog granny zetten, maar we gaan gwalok toe. Je begint bakka. Maar om niet wat busy. Maar je begint weer. Om niet wat busy. Om niet wat busy zijn. Doe voor me met mij. Begrijp je? En me betakken wel lees je. A volle busy. Ey, poti in wan bus, ey, rey nan ay. Ey, mek rey. Ma lek fatek in a bus. Net zo ey poti na halte bakke me kitan dape. Dat na a volk disi, fuser nan. Zo ziet mijn volk. En dat is nu gebeurd. Toch? Begrijp je, de poti bakke na halte me kitan knapu. Dus, mi wan taki... Nonanga ahendustani sernamang. Mi no wataki nanga ayampani sernamang. Mi watak dor yusani nanga a tonker folok. A krioro. A ala moksi ala sandape. Yere. Umekwa pismei. 80. Umekwa pismei. 75. Wan ma 62 jaar. Misap sa onafhankelijkheid en misap sa revolutie. En als jullie de geschiedenis nagaan, dan gaan jullie misschien een beetje uitkomen. De verjonging heeft haast. En we, ze laken snel teruggesteld, want ze willen snel geld maken. Maar ik wil ze vragen uit bruine volk. Laat ze een keertje weten. Om hun mond dicht te houden en dingen te volgen. Netjes op een rij te zetten en te volgen. En elkaar niet tussen te breken. Want in akondre disi nou allemaal zo. Om ons bouwschrift op. Met alle pantomimes die we hebben meegemaakt in dit land. Moeten wij... Vooruit gaan, want meneer Feyer, pak je dit nou aan roken aan mij, dat nou aan roken aan mij, kovert ik hier aan presi, met dit maar voor de Santa Parade. Daarom is het dat meneer horen thuis naar kwantiteit, u ook toen niet. U horen thuis naar kwaliteit voor alibi. En daaraan moeten we gaan werken in dit land. De kwaliteit van de mens. Ben je arm, ben je rijk, werk aan jezelf. Om een schema te kunnen maken. Van je verdere levensgangen in dit leven. Bruine volk. Nee, jee, jee. Kies je schrijf je en kan je schrijf kon. No broken u schrijf je wat is hier. Ayampani is hier rustig. Is hier hendustani no wan jugu jugu a rustig. Maar je shipa jugu jugu e kon baka toch? Gaan jullie dingen op een rijtje zetten. En geef alles zijn lijn. Wanneer het niet goed gaat, ga je hetzelfde doen. Je rea bus, dat je poten naar halte bakken. Dat was mijn zetje vanavond. Dag, Miguru. En wat sweet met die morofara. Is goed, dank u wel, dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajorkal. De tongen zijn losgebroken, zijn losgekomen vanwege het feit dat er nu zelf minister, althans kandidaat-ministers namen circuleren. De presidents- en vicepresidentkandidaten die zijn al officieel bekend. Dus de meningen zijn eruit. Dan ook wel verschillend. Maar we moeten ook rekening houden met dat gedeelte dat wel een mening heeft, maar niet praat. We moeten ook rekening houden. Dus ik wil nog wat mensen even de ruimte geven voor ik terugkom op wat min of meer mensen hebben gezegd. Maar ik ga niet reageren op wat mensen hebben gezegd. Ik ga je min of meer een beeld geven van hoe het in elkaar zit. En waarnaar ik naar kijk. En daar kunt u uiteraard met me verschillen. Want daar hou ik van zolang we netjes blijven. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond meneer Pierkant. Ja. Ik zou graag willen dat u zo'n beetje... Voordat het programma zo'n beetje eindigt... Dat u licht laat schijnen over die lek... Die ringfencing, meneer Pierkan. Die ringfencing. En
die clausule die zo'n beetje een of andere bank getekend heeft. En wij als luisteraars en kijkers zouden graag willen weten hoe zo'n beetje het vork in de steel zit. Want je hoort die ene meneer zo'n beetje die je had interviewd, dat hij een heel ander verhaal deed. En je hoort critici die een heel ander verhaal hebben, meneer Pierkan. Maar meneer Pierkan, wat me zo'n beetje verwonderd, weet u, is dat zo'n beetje... Ik mis die militante houders van de desbetreffende cliënten die zo'n beetje hun geld toevertrouwd hebben aan die banken, meneer Pierkan. In andere landen heb ik gezien dat die mensen zo'n beetje militanter zijn, zo'n beetje om hun geld zo'n beetje op te eisen. Want meneer Pierkan, het is een verschrikking om te horen hoeveel geld men je ter beschikking stelt bij de banken. En over zo'n beetje hoe het reilt bij die banken. Ik denk dat er een gesprek moet komen, meneer Pierkan, met de banken. Ik week zo'n beetje af van die ringfencing. Hoe het gesteld is met de pinautomaten, meneer Pierkan. En die verhaal van die ringfencing, meneer Pierkan. Mm. En die clausule die erin staat. Dus ik wil bijna die twee zo'n beetje in elkaar zo'n beetje verweven hebben in uw commentaar, meneer Pierkan, straks. En wat eigenlijk speelt, meneer Pierkan, dat zijn me zorgen. Oké, is goed. Dank u wel. Wat de ringfencing aangaat, dat een paar maanden geleden ter sprake is gekomen, hoop ik later op terug te komen. Ik heb het al een keer behandeld in deze uitzending. Maar ten aanzien van die ATM-machines, waarbij mensen minder geld kunnen gaan lichten, waarbij klachten zijn binnengekomen dat die ATM-machines geen geld hebben, want die zijn leeg, heb ik wat navraag gedaan. En officieel wil geen enkele bank praten. Maar ik heb mij informele kanalen aangeboord. Want die zijn er ook. Je hoeft niet altijd officieel te gaan om iets te weten. Maar het komt erop neer dat er schaarste is aan SRD. Er is een gebrek aan SRD. De centrale bank moet nog geld aanrukken, aanvoeren. En die moet er nog komen. Een andere zaak dat er speelt is dat de liquide middelen die wel in de omloop zijn, want er is geld in de omloop. En de vraag is dan, van waar die schaarste? Er moet toch geld zijn, want het geld is niet weggegaan ergens. Het is er. En het blijkt dat mensen die SRD ook achterhouden. Mensen potten hun SRD op de een of andere manier op. En ze geven die SRD niet uit, waardoor die SRD niet terugkomt in die circulatie. Dan heb ik het niet over de gewone burger, want die heeft bijna geen geld. Maar ik heb het over het algemeen over bedrijven die dan toch nog wel geld genereren, die potten dan hun SRD op. Waardoor die SRD dan schaars wordt. En die SRD is schaars geworden. Dus de centrale bank hoopt hun geld aan te drukken. Ik begrijp rond 18, 19 juli moet er een nieuwe lading geld komen. En er is gewoon schaarste aan geld. Is niet dat men die machines niet wil aanvullen. En verder is men ook de mening toegedaan. De mensen moeten veel meer hun... Hoe noemen ze dat? Moppe gebruiken. Digitale betaalmethode moeten ze gebruiken in plaats van cash. Dat wensen de banken. Maar de burger heeft recht en daar kunnen die banken niet over beslissen. Daar heb ik altijd een verschillende mening op. Als ik mijn cash wil, wil ik mijn cash. Je kan mij niet verplichten om digitaal te gaan. Hoewel het een wens is, moet je het je money opleggen. In tijd gaan we allemaal wel digitaal gaan. Dat is begrijpelijk. In tijd. Maar je kan niet iets overnight doen. In tijd zal het wel gebeuren. Bij wijze van spreken in China kan je bijna niks meer cash betalen. Alles in China is digitaal. Niets is cash daar zo. Dus er gaat een tijd komen. En we gaan die tijd eens halen. En het zal ook waarschijnlijk ook niet zo lang duren. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pekas. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Wat zegt u? Hoe gaat het met jou? Nou, ik doe mijn best. Geweldig. Gaat u gaan. Meneer Pekas, ja. Meneer Pierkan, mevrouw. Ik hoorde u daarnet zeggen, maandag gaan er worden presidenten of vicepresident gekozen. Er is maar één kandidaat alleen. Klopt dat? Dat is correct. Oké. Dus als het ware, dan wordt Brunswijk toch vicepresident, hè? Als ze 34 stemmen hebben, ja. Oké, maar dan gaat hij dan voorzitter van het assemblée. Correct. Ja, hij gaat terugtreden. Ja, hij gaat terugtreden, namens Soza. Hij gaat terugtreden. Wie gaat dan op zijn plaats komen? Dus
Maar kunt u, dat lijkt wel een Q&A. Wat zegt u? Op zijn plaats komt voorlopig de eerste vervanger en dat is de heer Charman. Want er is een eerste vervanger. En wie gaat op meneer Samen te plaats komen? Nee, dan, daar heb je al een tweede vervanger voor. Dus, er is een eerste, tweede en derde. Oké, dat heb ik het begrepen. Dat is al besloten. Oké, dat is al. Mm-hmm. Ja, maar om een permanente voorzitter aan te wijzen, weer, mm-hmm. gaat er weer een verkiezing moeten komen, hè? Ja, daarop. Ja, in die richting wilde ik gaan, ja. Dus, dan moet er een verkiezing. Dus wat u vertelt van de eerste vervanger, dat begrijp ik wel. Oké, maar maakt u verhaal af. Op dat punt wilde ik komen, ja. Dat bedoelde ik. Oké. Dat moest ik u vragen, ja. Wat als er weer verkiezingen worden gehouden. Wat wilt u nog meer weten? Oh, er worden weer verkiezingen gehouden. Ja, maar wat wilt u nog meer weten? Ja, als er weer verkiezingen worden gehouden. Oké, dan ga ik u antwoorden als u klaar bent. Nee, maar ik ben nog niet klaar, meneer Pierka. Oké, dan maak uw verhaal af. Of maak uw verhaal af. Onderwijs. Toch? Oké, mevrouw. Ik vind het erg dat het zo toe gaat bij onderwijs. Voor een ministerschap. Ik vind Ivan Fernald de geschikte kandidaat en mevrouw Finishan als directeur. Maar ik wil niet in die partij gaan bemoeien. U weet, hoge bomen vangen veel wind, je hoort een heleboel dingen. Voordat dit had plaatsgevonden, kort na de verkiezingen, toen ik hoorde dat NPS in handen komt van onderwijs of onderwijs in handen komt van NPS, kreeg ik al te horen van dat. Ik weet niet of dat verhaal op waarheid berust, hoor. Kreeg ik al te horen van dat de voorzitter van de NPS, hij en meneer Fernand niet door één deur kunnen gaan. Maar ik bedoel, als dat verhaal op waarheid berust, dan wil ik aan die voorzitter van de NPS zeggen van, tijdens die verkiezingscampagne had hij wel gezegd de right man op de right place. Al gaat hij niet met meneer Fernand, of al kunt hij niet met meneer Fernand door één deur gaan. Maar ik vind de Rijkman, en als je het nagaat, u bent de mediaman, meneer Pierkas. Willen de meeste mensen, meneer Ivan Fena, anders zeggen meneer Leven. Of waar zeggen mevrouw Venetiaan? Mevrouw Venetiaan is zo goed, die dochter van meneer Venetiaan. Want ze kunnen haar als directeur zeggen. Meneer Ivan Fena, die kennis van het onderwijs wel. Ik had eerst twee kandidaten gehoord, Marie Levens en Ivan Fena. Maar Marie Levens is niet geïnteresseerd. Ze heeft geen ambitie ervoor. En Ivan Fernand is wel geïnteresseerd. En daarna hoorde ik een heleboel dingen, maar dat ga ik niet in de uitzending zeggen. Prima, wat u hoort, hoort u voor uzelf. Ja, dat hoor ik voor mezelf. Maar ik vind Ivan Fernand en het komt van mijn kant. Nogmaals, u bent een mediaman. U weet het ook. Oh, ja. De meeste mensen zien Ivan Fernand als... dat hebben we begrepen. Ik vind het prima. Wel dat men zo omgaat voor zo'n belangrijke post voor een ministerschap. Oké. Dan zit ik een beetje te twijfelen, hoor. Maar nou ja, ben benieuwd. U gaat na 9 uur praten, nog. U heeft het goed gedaan. U moet eerst naar de bellersnus en dan gaat u nu niet weten. Zo hoort het. Is goed, dank u wel. Oké, dit is Rachid Pierkans Kelaar. Ik wil ten aanzien van meneer Brunswijk. Als meneer Brunswijk gekozen wordt tot vicepresident, dan gaat hij terugtreden in het parlement. Want die functies gaan niet samen uitvoeren. Het wetgeven, dat gaat niet samen. Het is automatisme, hij treedt terug. Dan gaat Charman de hamer krijgen, want Charman is eerste vervanger. Intussen is er ook al een tweede vervanger. Die tweede vervanger is Gregory Rusland, als ik het goed heb. De derde is Harriet Ramdien. En die vierde is een dame, mevrouw Mingoen, als ik het heb. Dus er zijn al in lijn vervangers. Maar uiteindelijk gaat er een voorzitter moeten komen. En een voorzitter komt in het parlement niet door opschuiving. Het is geen automatisme. Omdat een voorzitter wordt gekozen middels stemming. Dus er gaat een nieuwe stemming moeten komen in het parlement voor het verkiezen van een voorzitter. En daarvoor is er hoogwaarschijnlijk wel een timeline uitgezet. Want ik neem aan dat de rules en regulations er zijn binnen welk tijdbestek dat gedeelte moet gaan gebeuren. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond, meneer Pierkan. Goedenavond. Meneer Pierkan, het is actueel vanavond. Het item in uw programma, kandidaat minister van Onderwijs. Ik wil even inhaken op wat de eerste belster heeft gezegd. Over zeg van, er was vanmorgen op de Surinaamse radio was er een vrouw die had gereageerd op de kandidaat minister. Nou, eigenlijk. Die mevrouw die vanmorgen op de radio een NPS'er, ze heeft gezegd van, ze gaat niet reageren wat in de NPS
over de kandidaat onderwijsminister is gezegd, want dat weet ze niet. Ze heeft gezegd, ze heeft gereageerd op wat op Star Nieuws staat, een online krant. Hè? En daarop is ze gereageerd. Maar ik heb me eigenlijk een beetje geërgerd aan die mevrouw. Weet u waarom? Omdat die mevrouw... Maar meneer, even. Mensen ja. die nu naar u luisteren, ja. kennen dat gesprek van die mevrouw niet. Dat is één. Dat is okay. ten tweede, als u gaat reageren op een gesprek dat ergens anders heeft plaatsgevonden dan in mijn uitzending, dan kan ik ja. ook geen draad aan vastbinden. Begrijpt u? Dus geeft u uw eigen mening en niet wat iemand anders heeft gezegd. Nee, maar nee, nee, nogmaals. Dus ja, die heeft het hier gedaan, maar u moet mij niet verwijzen naar een andere uitzending of een ander medium. Want ik ken dat niet. Maar als u gaat praten over iemand in deze... We willen graag eigen mening en niet reageren op iemand anders mening. Ja, maar dat ga ik doen. Ik ga mijn mening geven. Ja, maar niet, actueel is dat. Ja, maar niet op iemand anders mening. Begrijpt u? Anders krijg ik reacties op reacties van wat iemand anders hier heeft gezegd. Ik ga niet reageren op de eerste belster, op het item. Okay. De eerste belster ja. heeft aangesneden. Nee, gaat u aan op het onderwerp onderwijs. Dat is het onderwerp. Ja, op het onderwerp onderwijs. En nogmaals, niet wat iemand anders heeft gezegd. We willen horen wat u denkt. Oké, wat ik ervan vind. Je hoorde namen, inderdaad namen van mevrouw Shanti Venetiaan en andere namen. En ik vind dat gezien mevrouw Shanti Venetiaan ongeveer 3800 stemmen als DNA-kandidaat heeft gekregen. En gezien het kiessysteem in Suriname, dat ze buiten de boot is gevallen, dat een partijgenoot van haar met nauwelijks 300 stemmen wel als gekozene is verklaard. Toch? En ik breng in herinnering dat de VHP toen meneer Weidenbos zijn ronde deed om partijen te vragen, wat is uw mening, wat is uw voorstel om ons kiesstelsel te wijzigen, had VHP onder andere voorgesteld van hey, dat ding van lijstvolgorde, laten we het schrappen en daarvoor in de plaats brengen van degene met de meeste stemmen, die komen binnen. Toen puntje bij eigenlijk was NDP daarmee akkoord. De NPS begreep het niet zo goed, want dat heet erop trobie gehaald en getrekt ben staan. Die puntje kwam bij paaltje, heeft de NDP, de VHP, laten vallen. Dat is publiek geheim, hè. Het is niet meer doorgegaan. Ze hebben alleen maar doorgedrukt wat ze horen. Maar meneer Pierkan, ABOP en PL hebben bewezen dat je kan maken wat voor wet je wil. Dat ding van het verbieden van pre-electorale combinaties, toch? Men heeft een wet gemaakt, ze hebben het verboden. Wel, ABOP en PL hebben het slim omzeild. Lijstverbintenis. En zo vind ik dat al die andere partijen, toch? Dat ding wat VHP wou hebben om af te stappen van lijstvolgorde, dat ze in hun partij toch afspraken hadden kunnen maken van kijk, wie de meeste stemmen achter zich krijgt, die komt binnen. Dus Uneluku, partijvolgorde. Dus concreet, die meneer met 300 stemmen, toch? NPS had eigenlijk, en niet alleen NPS, ook, het is waarschijnlijk ook in andere partijen voorgekomen, dat men binnen die partijen een afspraak had kunnen maken van luister nou, de kandidaten met de meeste stemmen komen binnen. Jij met je 300 stem, gezien de gemaakte afspraak, dan moet je niet bewilligen zodat degene met de meeste stemmen die alleen gaan bewilligen. Ik wil afsluiten met de kandidaat in een VP, meneer Ronnie Brunswijk. Hij is nu op dit moment is hij DNA-voorzitter en we gaan een behoorlijk uniek ding meemaken. Ieder gewezen DNA-lid portret wordt opgehangen in het DNA-gebouw. Laatst hebben we gehad van mevrouw Simons. Nu is meneer Ronnie DNA-voorzitter. En er gaat een uniek ding gebeuren. Want zijn portret moet ook opgehangen worden. Ik weet niet wanneer, of het aan het eind is van die 5 jaren. Of meteen wanneer hij afstand heeft gedaan van het voorzitterschap. Het tweede unieke ding. Hij gaat in de geschiedenis te boek staan als een voorzitter van onze DNA. Die nooit als voorzitter een vergadering heeft geopend
maar alleen een vergadering als voorzitter heeft gesloten. Alsjeblieft, ik zie u een beetje glimlachen. U wil even inhaken? Nee, dank u wel. Ik vind die laatste opmerking gewoon heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ja, die laatste opmerking, ik vind het heel mooi. Brunswijk gaat geschiedenis schrijven. Ik neem die opmerking van u mee. Het is een heel goede, scherpe opmerking wat dat aangaat. Kijk, nog met mensen de kans geven, want ik wil gesprekken niet beïnvloeden, weet je. Dat we toch uw gedachten kunnen aanhoren. De lijsten zijn min of meer, de namen zijn min of meer naar buiten gekomen van aspirantkandidaten. Ze zijn nog geen formele kandidaten. Want kijk, neem bijvoorbeeld de NPS. Dan, NPS heeft een structuur. En ze gaan het proces moeten doorstaan binnen die structuur. En binnen de NPS gaat nog het congres een besluit moeten nemen. Dus al die namen die wel gelanceerd zijn, is leuk dat we het weten. Is leuk dat we erover kunnen praten. Maar uiteindelijk binnen de hiërarchische structuur van een partij, want de partij heeft rules and regulations, het is een politieke partij, dan gaat uiteindelijk het congres het besluit nemen van wie uiteindelijk de minister wordt. Die mevrouw wiens naam eerder is gevallen, en wij hebben het nou onder andere naar buiten gebracht, die vrouw is nog formeel geen minister, zolang de partijstructuren geen definitief besluit erover hebben genomen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond meneer Farid. Goedenavond. Ja, ik wil wat. Er is iets in mijn hoofd, hè. In mijn hoofd en ik wil het met u delen. Of advies vragen. Doet u maar. Wacht, de vicepresident is al Ronnie Brunswijk, toch? Voorzitter van het parlement. Maar nu gaat Brunswijk worden. En officieel gaat president Santokki worden. Maar dan moet het weer, zei u, dat het moet verkiezing houden, toch? Van de voorzitter van de assemblee. En stel eens voor of er wordt gestemd. En dan wordt iemand van de NDP, dan wat gaat gebeuren? Want het is ook mogelijk, hoor. Want misschien hebben ze onderling gesproken. En dan, want iemand heeft, ik heb begrepen dat iemand heeft tegen mij gezegd, alle drie gaan regeren samen. Dus ik denk dat het zo gaat gebeuren, hoor. Oké. Okay. Want daarom heeft Brunswijk toch dingen toegestaan. Oké. Okay. Dingen geweigerd nu. Nee, ik begrijp u, maar dan ga ik u mijn verhaal straks vertellen. Ja. Oké, dank u wel. Kijk, een heleboel mensen bedenken allerlei vormen van scenario en dat kan en dat mag. Omdat waarom mensen in scenario's denken? Ons land is de afgelopen 10 jaar niet beleidsmatig geregeerd. Het is in scenario's geregeerd. Iedere keer als iets gebeurde, werd er een nieuw scenario voorgeschreven. Iets ging fout, nieuw scenario. Er is geen consistentie in denken geweest. En zo is het volk ook opgevoed de afgelopen jaren. Vandaar dat er veel wantrouwen is in dat systeem. Er heerst veel wantrouwen, omdat dat wantrouwen is gekweekt in 10 jaren tijd. En als u vindt, hoe lang is 10 jaar, dan zeg ik heel gemakkelijk. Kijk naar een foto van uzelf van 10 jaar geleden, dan weet u wat ik bedoel met 10 jaar. Want 10 jaar is geen gisteren, is ook geen eergisteren. Kijk die ook in 10 jaar, hoeveel mensen die in uw nabije omgeving zijn, er mogelijk niet meer zijn. Dat is 10 jaar. Dus in die 10 jaar is er veel wantrouwen. Want er waren zelf gezegden van al gebeurt er iets verkeerds in dit land, niks nog fout. Al wordt er gestolen, zand erover. Dus de burger is verkeerd, constant verkeerd opgevoed met zaken die niet goed gingen, goed te praten. En daardoor is er veel wantrouwen. En die wantrouwen slaat dan door naar de incoming government. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pierkant. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Ja, ik wil ook even reageren. Gaat u gang. We moeten even ook in oogenschouw nemen de verkiezingsresultaat. De VAP heeft 20 zetels. En de heer Santokki heeft
is toch ook gebonden aan de partners, met name ABOB. De heer Brunswijk heeft in eerste instantie gekozen voor parlementsvoorzitter. En nu kiest hij voor vicepresidentschap. Persoonlijk, als u mij vraagt, ben ik blij dat de heer Brunswijk DNA-voorzitter vaarwel zegt en kiest voor het vicepresidentschap. Omdat ik vind dat het gewicht als voorzitter van de DNA veel zwaarder is dan als vicepresident. Dat is mijn mening. Oké, okay. Ja, dank u wel. Dit is Rashid Pierkanskel, Ajorkel. Kijk, dat is in politieke technische termen. Moet je proberen in de brein te zitten van een bepaalde politicus. En dan kan je hoogwaarschijnlijk een beeld krijgen. Hoogwaarschijnlijk. Dat Ronnie Brunswijk eerst gekozen heeft voor het voorzitterschap, is hoogwaarschijnlijk dat hij zijn positie veilig wilde stellen. Want het kan ook zo zijn, en het kan ook verkeerd aflopen, en dat, het gaat niet meer gebeuren, maar het kan verkeerd aflopen, dat hij niet gekozen zou kunnen worden als vicepresident. Maar dan had hij wel die ene post. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus je begint te houden wat je hebt, en je gaat loslaten wanneer je die andere hebt. Dus een politieke strategie is het slim denken. Normaal denken zou je zeggen, ja, maar dat moet niet gebeuren, maar dit noemen ze slim denken. Want laten we zeggen, hij had die positie niet genomen als DNA-voorzitter. En er komt een verkiezing. En de NDP dropt ook een lijst. Dropt ook een lijst, wat toevallig niet is gebeurd. En het loopt verkeerd af. En Brunswijk wordt dan niet gekozen, heeft hij geen van die twee. Hij heeft nog de DNA-voorzitter en hij heeft nog de vicepresidentschap. Dus in slim denken zeggen ze, hey, ik ga eerst daar. Ik begin dat te houden. En dan weet ik dat één positie tenminste minimaal veilig is gesteld. In case it goes wrong. Maar nu zien we dat het mogelijk niet verkeerd zal aflopen, omdat er maar één lijst is. En dat noemen ze politiek slim denken. En sommige mensen zeggen, maar dat is geen normaal denken. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pierkan. U spreekt met Brit. Ja, goedenavond. Ik wil graag ook een bijdrage leveren in uw programma. En, gaat uw gang, meneer. Ja, dan wil ik het hebben over de kandidaatstelling van meneer Brunswijk als VP. Het is een enkele kandidaatstelling wat inhoudt dat hij verkozen zal worden. Maar wat wij als samenleving niet moeten vergeten in welke situatie we zijn. Op dit ogenblik hebben we een single C rating als credibility. Wat inhoudt dat wij onze schulden niet kunnen betalen. En dat wij noodgedwongen aangewezen zijn op hulp van buiten. Dat is één. Twee, tijdens de verkiezingen is ons beloofd dienend en integer leiderschap. En wat ik weet is dat integriteit, moraal en ethiek, als het daarom gaat, is concessie niet mogelijk. Nu zullen wij hebben een tweede man in de regeerteam die een vonnis heeft, welke nog uitgevoerd dient te worden. Het is een open vonnis. Dus u hebt niet alleen een bevlekt iemand, maar iemand die nog niet geresocialiseerd is. Dus in feite, mensen die een vonnis hebben, zou ik best kunnen noemen, iemand die nog etiket van crimineel heeft. De vraag die nu rijst, hoe integer zal ons regeerteam zijn? Hoe zal de regeringsleider kunnen verkopen aan de buitenwacht door te zeggen, ik vertegenwoordig een integer team. Dus dat
brengt in feite een hoe moet ik zeggen, een integriteit dispuut. Hoe integer is uw regering? Kunnen wij u vertrouwen? En vertrouwen kunt u alleen schenken aan degene die het waard is. En wat we zien is nu dat wij een regeerteam zullen hebben die bevlekt is. En dat wat maakt dat de buitenwacht ons in feite, dus u als regeringsleider, u zult de buitenwacht niet kunnen overtuigen dat zij te maken zullen hebben met een integer regering. Een integere regering. En wat okay. inhoudt, hoe zullen wij dan geraken uit het probleem waarin wij zitten? Dat is één. Maar de post van voorzitterschap, assemblee, zal opengaan. Dus wanneer er schade is berokkend, kan ook hersteld worden. Oké, okay, u moet nou afronden. Wat inhoudt dat wij een andere invulling moeten geven aan de voorzitterschap van de assemblee. En de ABOP had de voorzitterschap gekregen, heeft het gehad, heeft bedankt, dus tijd voor iemand anders. Is goed ervaren, dank u wel voor de tijd aan mij gegund. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kel Ajor Kel. Oké. Laten we een kleine terugblik doen, zover u met me mee kunt gaan. In de periode van de Binnenlandse Oorlog, welke wij nu allemaal in tijd, allemaal hebben afgekeurd, was het in een bepaalde periode van ons leven in ons land, en die mensen die in de 50 plus zitten, weten en kennen dit verhaal. Alles daaronder heeft van horen praten. Heeft hoogwaarschijnlijk van horen praten. En van horen praten, dan kan je niet inleven in welke fase mensen hebben geleefd in ons land. En in die fase ontstond er in wat we noemen een binnenlandse oorlog, een guerrillaoorlog. En in die fase van ons leven was het vandaag de man die goed geschikt, kwaad geschikt, vandaag kandidaat is voor vicepresident. Goed geschikt, kwaad geschikt. Dat mag u zelf gaan oordelen. Maar in die periode, hoewel we het nou allemaal wel afkeuren, omdat we betreuren alle doden die zijn gevallen, heeft die aanzet, die wrede hobbel wederzijds, ervoor gezorgd dat ik vandaag kan praten. En dat jij kan praten. En 50-plussers weten waarover ik praat. Want in die fase konden we niet praten. Niemand durfde te praten. Dus in die fase, terugblikken naar de man die over wie men nu praat, en dan keur ik misdaden of gruwelijke daden niet goed, heeft ervoor gezorgd, of mede voor gezorgd, dat vandaag wij verkiezingen hebben en wij naar de stembus konden gaan en stemmen naar mensen op onze keus. En daardoor is het democratisch proces, wat we noemen het herdemocratisch proces, heeft toen een herstart, een doorstart gekregen. Wat ik dan niet goedkeur, de wrede daden die wederzijds zijn gebeurd. Maar alles dat toen heeft plaatsgevonden, heeft zijn uitslag, zijn uitspatting aan vandaag, wat wij allemaal nu zijn, en waar wij onder andere vandaag veel meer vrijheden hebben dan in die periode. En toen werd de man die vandaag besproken wordt, omdat hij in een andere hoedanigheid komt, na 10 jaren, was toen de Robin Hood van het land. Hij was toen in de held bij een deel van de bevolking. Laten we dat ook zo goed zeggen, wanneer bij iedereen, bij een deel. En daarvoor heeft hij mede zorg gedragen
met andere mensen, dat we weer geleidelijk, met hobbels en veel hobbels, terug zijn naar wat we kunnen noemen het normaal leven van vandaag. Dat de man wonnen heeft in het buitenland, keur ik helemaal niet goed. Houdt u dat vast. En zo heeft president Boutersen ook een vonnis. President Boutersen, zijn zoon, zit ook in de gevangenis, wat niks te maken heeft, hoogwaarschijnlijk met de vader. Maar wij hebben het geaccepteerd. We hebben het gedoogd. Maar wanneer we zeggen we gedogen één, betekent niet dat we tweede moeten gedogen, want dat is nou die padstelling. Als we Boutersen hebben toegelaten, waarom zeuren we over Brunswijk? Want dat hoor je ook. Maar dit zijn fases die wij moeten doorstaan om te gaan naar een betere en een perfectere samenleving. Je krijgt geen perfecte samenleving overnight als je niet door hobbels heen gaat. En dit zijn de hobbels waarover men ook moet heen gaan. Dus dat de persoon zich heeft ontwikkeld. Brunswijk is naar school gegaan. Hij heeft zijn best gedaan. We vinden het wel altijd leuk, de manier hoe hij praat, want ik vind het een hele kiek hoe hij praat. Maar de man heeft wel betere kwaliteiten gehad dan 25 jaar geleden. Hij heeft zich ook in die tijd van een andere, in deze fase, van een andere kant van zichzelf laten zien als mens, waarvan we soms zeggen, is dat nou het gedragspatroon van mij? Dan zeg ik nee. In sommige gevallen hoe hij zich gedraagt, dan zeg ik nee. Dat is niet mijn gedragspatroon, maar dat is zijn manier van het uiten. Daar heb ik niet over misdragingen. Daar heb ik het niet, misdragingen keur ik niet goed. Maar als hij geld verdeelt, als hij geld strooit, dat is zijn geld, dan kunnen we zeggen van, moet je dat nou doen? Dan kunnen we zeggen, wij die anders misschien zijn? Nee, dat moet je niet doen. Maar in zijn belevingswereld, en in die groepsbelevingswereld, is een groep, is dat heel normaal. Is een vorm van hun uiting. Dus je moet van jou kunnen scheiden met datgene. Dat vandaag diezelfde man zijn partij heeft kunnen bouwen naar waar die partij is, dat is ook een hele kunst. Dan mag je erover zeggen, ja, het is dit, het is dat. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd een politieke partij tot stand te brengen? Hoeveel mensen hebben niet gefaald om dat te kunnen doen? En dat hebben we ook bij die laatste verkiezing gezien. Hoeveel nieuwe partijen hebben het niet gehaald, om wat voor redenen? Dus een partij bouwen betekent ook dat de persoon die de partij leidt, of je nou van hem houdt of niet, die heeft een bepaalde charisma binnen zijn contrainen, binnen zijn groep. En die groep heeft hem 8 zetels gegeven. Dus die groep zegt, jij in de stad, je mag denken hoe je wil, maar in onze culturele en gewoontes, belevingswereld, is dit het. Dan nu is de padstelling, wat is voor mij goed en wat is voor hun goed? Waar zit dat verschil in? Wat ook moeten meenemen, dat de barongemeenschap groeiende is. Je kan die gemeenschap niet meer stuiten. Statistisch bestaat onze bevolking uit 27% personen van Hindoestaanse komaf. 27%. En 22% van deze samenleving, hou vast hè, 22 zijn Marons. Dus vandaag gaan twee grootste groeperingen, als je het bekijkt qua bevolking, hoewel we het niet zo willen benaderen, want VAP is ook multi-etnisch geworden, gaan de twee grootste groepen dit land runnen. Dus dan zeg ik van Ronnie Brunswijk, hoe kijkt de wereld naar ons? De wereld gaat werkelijk kijken van, hey you guys, you have a bank robber. As a vice president. Ja, dat trek je schouder. Maar bij president Boutersen, dat is ook, kreeg je ook als mensen zeiden, you got a convicted drug dealer as a president. Dan haal je ook je schouders op. Maar je land gaat door moeten.
Je gaat moeten groeien, blijven groeien, generaties in tijd naar een betere samenleving. Je gaat door moeten groeien. We hebben ook met president Bouters gewerkt. Iedereen heeft met president Bouters gewerkt. Goed schik, kwaad schik, iedereen heeft gewerkt. Hij is president van het land. Wat ga je doen? Ga je niet werken? Oké, dus ik zeg Brunswijk op die stoel als VP. En dan zei hij, zegt men, ja, de wereld gaat niet met je werken. De wereld gaat wel met ons werken. En de wereld gaat misschien niet werken omdat ze naar Brunswijk kijken. En Brunswijk gaat ons werken omdat ze naar Chan Santokki kijken. Chan Santokki. En u weet ook, misschien weet u dat niet, ik zit ook in die contrainen van de diplomatieke groeperingen. De internationale wereld die naar ons kijkt, en dat is niet, zijn niet alle landen, hè? Amerika, Nederland, Europese Unie, Canada, India, China, ze kijken naar Chan Santokki. Chan Santokki is voor hun het symbool, nu, dat moet hij nog wel gaan bewijzen, het symbool van... Deze man is een democratische man en hij kijkt naar de geordende vestigingen en naar de geordende wereld. Hij kijkt naar bevriende naties. Daar kijkt men naar. En dat Brunswijk meegaat in de zijspan, dat gaat men overzien. Daar gaat men overheen kijken. Dat mag je me geloven. Men gaat er overheen kijken. Men kijkt naar de persoon van Chan Santokki. U moet die statement... van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, die dacht ik een maand geleden of 3 weken geleden is uitgesproken, naar alleen ten aanzien van Suriname, je moet dat niet onderschatten. De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika is geen minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, met 145.000 huishoudens en nauwelijks een begroting van 1 miljard. Dat is een minister van World Superpower. Werelds machtigste land. En weet u wat hij heeft gezegd? Hij kijkt uit naar een snelle afhandeling van deze verkiezing. Met andere woorden, hij weet dat er een nieuwe leider gaat komen. U moet die zin niet onderschatten. U moet die zin niet onderschatten. Oh, Amanotaki Pompeo, de hek is... Nou, onderschat Awansin. Amanotak Toesin. Amanotak Wansin nomo. Wansin. Dus de wereld... gaat Suriname voordeel van de twijfel geven. De wereld gaat. Zo heeft de wereld Bouters ook het voordeel van de twijfel gegeven... met uitzondering van Nederland... omdat Nederland en Bouters een haat-liefde verhouding hebben. Altijd gaat en dat gaat blijven. Maar de wereld heeft gewerkt met Bouters. India heeft leningen gegeven. China heeft leningen gegeven. IDB heeft leningen gegeven. OIC heeft leningen gegeven. IMF heeft leningen gegeven. Heeft de wereld niet gewerkt met Bouters? Dat hij dat geld heeft verbraast, dat is een andere zaak. Maar de wereld heeft wel gewerkt. De wereld gaat werken met alle zittende regeringen. Maar de wereld gaat je afstraffen als je een verkeerde koers gaat. Een verkeerde koers. Zo ging Bouters richting paria-staten als Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusland. Dat zijn geen vrienden van Amerika en van West-Europa. Dat moet je ook weten. Dus... de wereld gaat werken. Brunswijk is er een zijspan. Dat Brunswijk niet op reis gaat kunnen. Brunswijk gaat wel op reis kunnen. Brunswijk gaat wel op reis kunnen. U vergist zich. Bouterse heeft toch ook een vonnis gehad in Nederland? Is hij niet op reis gegaan? Is hij niet naar China gegaan? Is hij niet naar New York gegaan? Is hij niet naar de CARICOM-lidlanden gegaan? Hij heeft wel gereisd. Hij is ook naar Equatorial Guinea gegaan. Natuurlijk, binnen de rules and regulations kan hij reizen. Want kijk, wanneer je een vicepresident bent, geniet je onschendbaarheid in de wereld. En je valt dan in wat ze noemen het verdrag van Wenen. Dus wanneer meneer Brunswijk, bij wijze van spreken, Barbados wil bezoeken, dan gaat het lidstaatje wel toestemming geven op dat moment om het land te bezoeken. En het lidstaat gaat ervoor zorg houden dat ze dat arrestatiebevel niet uitvoeren. Want het arrestatiebevel is niet uitgevoerd. Dus hij gaat wel kunnen. Hij gaat wel beperkt kunnen. Maar natuurlijk gaat hij niet naar landen kunnen waarvan je zegt van... kijk, daar moet je hem nog net niet sturen. Daar moet je hem nog net... je moet hem niet naar Frankrijk sturen. Je moet hem niet naar Engeland sturen. Maar hij gaat wel kunnen racen. De landen waarvan het verzoek gedaan gaat worden, dat hij naartoe moet, in speciale functie, in functie, niet als persoon, die landen gaan toestemming geven.
Dus hij gaat wel kunnen. Laten we elkaar niet zeggen dat het niet kan. Het gaat wel kunnen. Dus Brunswijk heeft een gemengde verleden. Een gemengde verleden. Eentje toen van hoop, eentje toen van minder hoop. Met allerlei scheuren hier en daar. Maar ook het moment dat hij toen ervoor heeft gezorgd, mede voor heeft gezorgd, dat ik vandaag zo kan praten. Want ik kon niet praten. Uno sabino. Oké. Dus ik zeg, als we de perfecte mens zoeken, dat willen we allemaal hebben, maar er is geen perfecte mens. Maar in de politiek wil je wel dicht bij perfectie zijn, want dat is een vereiste. Je moet wel dicht bij perfectie. En dicht bij perfectie is hij zeker niet. Is hij zeker niet. Maar we zeggen, in tijd van processen, in tijd van overgangen, in tijd van veranderingen, moet je ook deze processen kunnen doorstaan. Moet je ook deze processen kunnen doorstaan, dat we de wens uit kunnen spreken, dat de volgende generatie, niet deze, een hogere perfectielevel heeft dan wat we nu hebben. Een hogere perfectielevel heeft dan wat we nu hebben. Maar dat zijn overgangen. En dat hij vicepresident gaat worden, dan heeft een vicepresident in het land, bij wet, niet wet, bla 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 bla, bij wet doe je functies maar. En dat staat in de grondwet. Verder heeft hij geen functie. Bij wet is de vicepresident de voorzitter van de Raad van Ministers en hij is voorzitter van de Veiligheidsraad. Verder heeft hij geen functie. Dus als Brunswijk meer werk gaat krijgen, is het op gratie van de president. Zo had je gezien, Ashwin Hadin had bitter weinig te doen. Op een gegeven moment moest hij zich met aardappelen en uien bezighouden, omdat president Boutersom wat werk had gegeven. Admiraal had ook niks te doen. Omdat bij wet heb je niet veel te doen. Je hebt leuke secretaris, dus je hebt een kantoor, één keer per uur mag je RVM hebben. Maar die president kan je wel gedelegeerde bevoegdheden geven. Dat kan wel. Dat kan die president wel doen. Dus ik geloof dat, gewoon de lijn weer opengooien. Ja, dus ik geloof wel dat in consensus en in compromis, want coalitie vormen is compromis maken. Het kan gewoon niet anders. Is dat in compromis? Ik zeg, laten we zien wat die regering doet. Laten we zien hoe meneer Brunswijk doet. Want misschien verrast hij ons ook nog. Misschien verrast hij ons ook nog. Misschien gaat hij zoveel mensen die teleurgesteld zijn zo tevreden stellen, dat de mensen hoogwaarschijnlijk gaan moeten zeggen, sorry, ik had u verkeerd ingeschat. Maar het kan ook zo zijn dat hij niet de verrassing is. Maar ook kunnen weten wanneer hij daar zit. Wanneer hij daar zit. Dus ik hoop dat u die volgorde van mijn verhaal hebt kan vasthouden. Dat ondanks alle elementen je door bepaalde fasen in het leven en ook in het politiek bestel doorheen moet. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond, met Anita. Ja, Anita. Goedenavond. U bent heel duidelijk geweest. Maar ik zie het toch als een 1-2. Want volgens mij is Boutersen en Ronnie Brunswijk, zijn ze toch, ja, hoe zou ik het moeten zeggen, toch een body. En ik denk dat Boutersen hem toch een beetje heeft gelokt om deze positie in te nemen. Want hij was niet geïnteresseerd en Boutersen zoekt gewoon een partner. Want hij wil deze regering het moeilijk maken. En dat is het gewoon. Okay, en Brunswijk is erop ingespeeld als Maron. Oké, okay, Anita. Ik dank je. Oké, we nemen dit mee. Dit zijn allemaal denkbeelden van mensen, hoe ze dingen zien, hoe ze zaken in scenario's zien. Daaraan kan ik niet op ingaan, dat is een bevroedere gedachte. Maar één ding weet ik wel. Dat de stoel van een parlementsvoorzitter machtiger is dan een stoel in de uitvoerende macht. Daarom heeft Lachman nooit die parlementsstoel losgelaten. Nooit. Hij kon ook minister worden, hij kon ook vicepremier worden. Hij had een speciale reden daarvoor. Die stoel van het parlement, van de parlementsvoorzitter, is zo machtig. Als je het goed beheerst, de regering niet veel kan doen zonder jou. De regering niet veel kan doen zonder jou.
Want daarom hier dat ding trias politica. U bent in de uitzending, goeiedag. Farid, goedenavond, hoe gaat het? Goed, dank u wel. Farid, er is een voorzitter geweest van DNA. De ABOP heeft zich daarvoor geleend, want dat hadden ze ook geëist, hè? Maar stel nu dat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen en het komt uit de gelederen van VHP. Hoe verder? Want ze hadden gevraagd, hun is toegewezen dan, laat maar zo zeggen, voorzitterschap DNA en vicepresidentschap. Dat is één. Het tweede onderwerp van me. Ik vraag me af waarom meneer Hoogart zich zo negatief opstelt tegen mevrouw Matura. Omdat zij veel meer stemmen heeft gehaald dan dat hij heeft gehaald. En hij vindt van zichzelf dat hij heel veel gedaan heeft voor het land. Ik moet wel even lachen hoor, maar goed. Hij heeft men gezegd dat hij een racist is. Dus onthoud me van die woorden, hè? Tussen twee haakjes, nee. Hij heeft het ook geprobeerd bij meneer Jogi om meneer Jogi ook te bekladden. Nou probeert hij mevrouw Matura te bekladden dat ze zo populair is. Ik vraag me in principe af en ik vraag me ook af, is hij wel werkelijk een racist? Want hij heeft u ook besproken. Misschien weet u dat niet. Ik luister. Ja, en daarom zeg ik ook, moeten we deze man nou serieus nemen? Is hij nog een vakbondsleider waar men zich druk moet maken? Of is hij ook door de vorige president die gaat aftreden ook meegekregen een zwart boek om te zeggen van maak het de regering, die komt ook een beetje moeilijk. Okay. Dus het zijn allemaal addertjes onder het gras, ja. Maar het zijn dingen die ik graag uw mening van wil horen. Okay, dank u wel. Dank u wel. Kijk, meneer Hoogart is een gepasseerd station maatschappelijk. Iedereen neemt een kiek op meneer Hoogart. Hij heeft 68 stemmen gehaald. Dat betekent niets anders dan mensen die op zijn verjaardag zijn gekomen, meer dan 100, hebben gegeten en gedronken van hem, hebben gelachen tegen hem, maar hebben niet op hem gestemd. Dus dat betekent je bent een maatschappelijk gepasseerd station. En dat je mensen gaat bespreken, je mag mensen bespreken. Maar hou het netjes, daar hebben we geen moeite mee. Maar dat hij racist is, dat geloof ik niet, is er niet. Omdat iemand een mening heeft over een ander, moet je iemand direct tot een racist verklaren. Dat hij mij altijd bespreekt, heeft een trauma van mij. Omdat ik ben één persoon, je gaat niet over mij heen fietsen. En er zijn weinig mensen die Hoogart durven te antwoorden. En na 25 jaar heeft hij nog een trauma van mij. Van de 120 ministers onthoudt hij maar alleen één. Dat ben ik. En met die trauma moet hij doorleven. Ik hoop niet dat hij het heeft, maar hij is gepasseerd. De CLO moet hem nu in een andere fase van zijn leven brengen en hem afzetten. En meneer Miskin moet nou de CLO kunnen overnemen, want meneer Miskin is beheersbaarder. Praat ook beter. Is ook tactvoller en kan CLO naar een andere tijdperk brengen. Meneer Hoogart is maatschappelijk klaar. 68 stemmen, brada, doorfietsen. En die 68 stemmen, ja, daar ben je echt belabberd van als je dan nog een vakbondsleider bent van wat je noemt de grootste vakbondsorganisatie in Suriname. Dat betekent mensen op je feest hebben je bedrogen, boy. Ze hebben gegeten en ze hebben gedronken. En morgen mag hij weer uitrassen. Hoeveel hij wil. Hij boeit me niet en hij interesseert me niet. Want ik heb meneer Hoogart zoveel keer gevraagd in deze uitzending. Verander die wet. Maar toen was zijn mond dicht. Dus relax. Met ongeleide projectielen
moet je doorfietsen in je leven. Want een ongeleid projectiel blijft een ongeleid projectiel. Je kan het niet meer richten. Sommige fasen van het leven gaan gewoon voorbij. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, mag ik u wat vragen? U moet uw radio of uw tv zachter doen, alstublieft. Lukt het nu wel? Ja, gaat uw gang. Goed. Goedenavond nogmaals. Ik heb u gevolgd met betrekking tot het uitleg welke u gegeven heeft. Met betrekking tot Brunswijk. Inderdaad zijn de zaken juist. We moeten de man toch wel in de gelegenheid stellen om die positie in te vullen, omdat zijn partij dusdanig in een positie is waarbij ze bepalend zijn. Toen meneer Zantokki gevraagd had aan de samenleving, geef mij genoeg zetels, zodat ik toch wel het land kan regeren op de mensen manier, hadden mensen toch wel kritiek geleverd. En vandaag is het zover, laten we precies wat u zegt, de samenleving kan verrast worden door het gedrag van Brunswijk misschien. En met betrekking tot de heer Hoogaert, moet ik u zeggen, u moet toch wel nu een beetje de man aan de kant laten. Hij heeft in de afgelopen jaren zich dusdanig geprofileerd dat hij inderdaad een racist genoemd kan worden. Ja, maar zo betitel ik hem niet, hè? Oké. Okay. Niet omdat andere mensen een andere kijk hebben. Maar goed, gaat u gang. Zeg, want racist is een heel zwaar woord en ik gebruik het niet. De uitlatingen welke hij steeds gedaan heeft, is het precies gericht tegen een bepaalde groepering. En wanneer hij het over het buitenland heeft, dan heeft hij het steeds over de bakra. Die ervoor gezorgd heeft dat het land nu beland is in een modderige situatie. Terwijl hij niet durft te zeggen dat zijn president de persoon is die Suriname dompeld heeft in deze positie. Hij is de man geweest die de leningsplafond steeds heeft laten verhogen in de assemblee. Heeft u ooit een woord gehoord in de assemblee van meneer, van deze meneer, dat niet goed is? Maar kortom, okay. Deze man is een man die ook toch wel wat niveau betreft. Prima. Hij was een vierde rang en ik weet hoe hij zijn vierde rang acte heeft gehaald. En hij is blijven steken op een bepaalde plank. Oké, okay, maar goed. En laten hij wil niet hoger gaan. Prima, laten we de persoon nou laten en laten we overgaan tot de orde van de dag. Laten we hopen dat de nieuwe regering toch wel de problemen van het land aanpakt. En niet van bepaalde zakenlieden alleen maar. Want vanavond hoeven we niet breder in te gaan op bepaalde zaken. Maar laten we van het positieve kant de zaken benaderen en we kijken uit. Dank u wel. Prima. Dank u wel voor uw reactie. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajorkal. Ministers, namen komen op straat. Mensen praten wie het woord. Het is vaak ook zo, bijna altijd zo, dat nooit iemand 100% gedragen gaat worden door de burgerij. Nooit. Er gaat
Maar zo is de maatschappij nou maar ingesteld. Zolang de commentatoren, de commentaren richtig zijn, dan kan het geen kwaad. Maar wanneer het wordt op geruchten of speculaties, daar heb ik geen boodschap en dat boeit mij ook niet. Maar er gaat nooit iemand zijn. Deze maatschappij, onze maatschappij, gaat groeiend. We groeien. We groeien naar een andere generatie. Ik heb het niet over mijn generatie, ik heb het over de generatie die na mij komt. En dan heb ik het over de generatie die nu 18 plus is. Over die generatie heb ik het. Want zo lang duurt het proces van groei. Van groei. Het groei is niet overnight. Sommige landen hebben er 30, 40 jaren gedaan. We zijn wel onafhankelijk, maar we groeien niet potentieel. We gooien niet potentieel in denken. Je moet groeien in denken. Er moeten betere mensen ontstaan. En die betere burger gaat een keer komen. Maar het komt niet overnight. Dus we moeten bepaalde zaken overbruggen. En we moeten bepaalde fasen van ons leven, van mensen, kunnen passeren en kunnen overslaan. En zeggen, we gaan door met het leven. Je moet er overbruggen. Het is soms makkelijk gezegd. Maar het is wel moeilijker wanneer mensen in die maatschappij de boel zitten te dwarsbomen, omdat ze waarschijnlijk geen ander doel hebben in hun leven. Ze hebben geen idealen. Mensen die constant dwars zitten, het is in hun genen om dwars te zitten, omdat ze geen verre idealen hebben. En idealen moeten burgers hebben, leiders hebben, maatschappelijke groepen hebben, mensen in het maatschappelijk middenveld, mensen in de religieuze organisaties, mensen in de culturele organisaties, die moeten idealen, verre idealen hebben. Van hoe wil ik mijn land over 20 jaar eruit zien? Hoe wil ik het over 25 jaar eruit laten zien? Maar idealen van 10 jaar, dat werkt niet. En je gaat hoogwaarschijnlijk de idealen van jou, die jij hebt gesteld, ook voor jezelf, maar ook voor die grote maatschappij, ga je hoogwaarschijnlijk ook niet zelf meemaken. Want je sterft hoogwaarschijnlijk onderweg. Misschien. Als je tenminste het overleeft, dan maak je het wel mee. Maar vele mensen en leiders, veel leiders, ik zou niet zeggen alle leiders, die diepgaande, verre idealen hebben voor een maatschappij, die hebben de idealen van hunzelf niet gezien aan het eind. Ze zijn gaandeweg komen te overleden. Maar ze hebben wel de fundering voorgezet, de fundering dat de mensen door konden gaan naar het uiteindelijk doel. En dat is een leider. Je gaat het zelfs soms niet zien. Je gaat het niet zien. Als je geluk hebt en als je 100 jaar leeft, prima. Dat zijn onze uitzonderingen in de wereld. En dat is een leider, maar die komen. Dat zijn processen van groei in denken van mensen en duurt jaren. Het duurt niet morgenochtend. Het duurt niet morgenochtend. Okay? Hoogwaarschijnlijk krijgt Kalajorkal, wie weet, een presentator die 10 keren beter is dan mij. En dan gaat u tegen die tijd hoogwaarschijnlijk zeggen, oh, die Farid was toch een knulletje. Ja, maar dat kan, omdat er altijd betere mensen zijn. We willen ook betere mensen. We willen precies op hetzelfde blijven. Maar we willen ook over andere zaken praten. We willen ook over andere zaken praten. We willen over technologische ontwikkeling praten. We willen over bredere gezondheidszaken praten. Maar steeds, als je ziet naar de onderwerpen waarover wij vaak praten, en daar hebben we geen keus voor, is omdat we die groei niet meemaken. De maatschappij maakt die groei niet mee, omdat die ontwikkeling gewoon niet op gang komt. En ik heb er geen bezwaar, maar ik doe deze uitzending al zo lang dat de probleemgevallen die steeds aangekaart worden, want dit is een uitlaatklep voor de burger. Voor de burger, is een uitlaatklep voor de burger. Dat is een gedachteventileer. Zie je dat de probleemstellingen al 25 jaar hetzelfde zijn. Conclusie, je overstijgt dat nog niet. Maar wanneer je dat overstijgt, dan gaan we over andere zaken kunnen praten. Bij wijze van spreken. Je gaat nooit horen in een superontwikkeld land dat men over kapotte gaten, verstopte goten of kapotte straten praat. Nee, ze zijn die fase voorbij. Ze hebben perfecte wegen. Ze praten over andere dingen. Maar wij zijn nog in een fase en dat begrijp ik. En daarom ga ik altijd ook mee, omdat ik ben die samenleving. Ik zie het ook. We kunnen niet de straat behoorlijk maken nog. Heb je dat gezien? We kunnen niet de straat onderhouden. We kunnen ze goed op tijd schoonmaken. We kunnen niet zorgen voor goede vuilophaal. We gooien nog vuil op straat. We zijn nog in die fase. Wanneer we een keer niet meer gaan praten over dit soort zaken, dan betekent het niks anders dat onze maatschappij een ladder hoger is gegaan. Een ladder hoger is gegaan. En dat willen we voor die brede maatschappij hebben. Het gaat niet iedereen lukken, maar we willen wel een groot deel dat die mee gaat kunnen liften. En dat moet het doel zijn van mensen. Ik denk dat ik het heb gehad. Het was een leuke uitzending vanavond. En ik vind
heel leuk dat we met elkaar kunnen praten, van gedachten kunnen wisselen. En het is ook goed dat we van meningen kunnen verschillen. Want alleen door verschil van mening kunnen we samen groeien naar een betere opvatting van het geheel. Als we niet kunnen verschillen van mening, en dan houdt het ook een klein beetje op, hè. Dan houdt het ook een beetje op, dan is het ook niet meer plezierig, dat is alles zo gestadig. Dus neemt u die positieve dingen mee, van alle mensen die hun mening hebben gegeven. Wat u niet goed hebt gevonden, ook van mij, want ik ben een onderdeel van u. Wat u niet goed vindt, probeert u uw eigen gedachten eromheen te vormen en probeert uw gedachten beter vorm te geven of vorm te kunnen geven. Maar we mogen van elkaar verschillen. Neemt u die mooie dingen mee, neemt u die minder goede dingen die u niet goed vindt en ik zeg altijd, gooi het in de prullenmand. Gooi het in de prullenmand. Ik groet u. Inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering van Rashid Pierkans Kal Ajorkal. Dan zit ik op RBN TV. Kanaal 5.1. Ik wens u allemaal een mooie voortzetting van deze woensdagavond. Houdt u rekening dat wij nog leven in een coronavirustijd. U moet dat niet vergeten. Het moet een normaal ding in uw leven worden. Dat het een onderdeel is van uw gedragspatroon om er rekening mee te houden. Het moet is nog moeilijk te begrijpen, ook voor mij, hè? Ja, ik praat er lekker over. Soms zelf, wanneer gaat dit ding ophouden? Maar dat gaat niet ophouden. Dus ik probeer ook. Zoals iedere burger moeten we ons best doen om te weten dat dit een deel van ons leven is geworden. En met dit deel moeten we omgaan, omdat het gewoon niet weggaat. Vooralsnog voorlopig nog lang niet weggaat. En wanneer we ons daaraan kunnen houden, we kunnen ons daaraan terugvinden, ons inbedden erin, zeg ik dat. En ik ook. Dan gaan we minder besmettingen kunnen krijgen. Maar het is een onderdeel van ons leven. Je mondbedekking is nou een onderdeel van jouw leven. Je handen wassen, vaker wassen, schoner blijven, hygiënisch beter zijn dan voorheen, op alles letten wat hygiëne aangaat. Just part of life. Ik groet u. Ram Ram Namaskar. Goede havi, salam alaikum. Dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkans Kala Jorkala. Dag.